aanvaren. De lijfspreuk van BMW. Maar gaat die lijfspreuk ook op voor een sportwagen met een hybride aandrijflijn? Dat gaan wij vandaag uitzoeken, want we gaan rijden met de nieuwe BMW i8. Porsche, McLaren en Ferrari hebben al bewezen dat dit concept kan slagen met hun hypercars, met een hybride aandrijflijn. Die zijn goed verkocht. Sterker nog, ze zijn bijna allemaal uitverkocht. Deze BMW i8 heeft bijna hetzelfde concept. Alleen dan met een stuk minder vermogen. En ook voor een hele andere prijs. Deze BMW i8 heeft een 3-cilinder benzinemotor met turbo. 1,5 liter groot. Die zit achterin en drijft de achterwielen aan. Dan hebben we nog een elektromotor. Die zit voorin en die drijft de voorwielen aan. Nou kun je dus instellen om alleen elektrisch te rijden bij deze auto. Dan heb je volledig de aandrijving op de voorwielen. Zet je hem in de comfortstand en draait de benzinemotor dus mee, heb je dus vierwielaandrijving. Want dan doet de elektromotor mee en de verbrandingsmotor. Dan kun je hem ook nog in de sportstand zetten. Dan draait alles op volle toeren en hebben we in totaal 362 pk. 131 pk afkomstig uit die elektromotor en 231 pk uit die 1.5 motor uit de Mini met een enorme turbo erop geschroefd. Hij sprint van 0 naar 100 in 4,4 seconden. Oké, dat is misschien niet het allersnelste, maar weet wel dat dat koppel van bijna 500 Nm vanaf 0 toeren beschikbaar is. Dus ga je gewoon weg van 0 naar 100, schiet die af. 4,4 seconden later zit je op 100 km per uur. En dat gaat dan door tot en met 250 km per uur. En dat voor een auto met een hybride aandrijflijn. Alleen een leuk vermogen en een beetje snelheid zorgt niet gelijk voor een hele leuke auto. Daar is meer voor nodig. En daar heeft BMW goed over nagedacht. Want deze BMW i8 is vanuit de basis opgebouwd als een hybride. Ze hebben een carbon monocoque gefabriceerd. En daar hebben ze eigenlijk alle componenten die je nodig hebt voor deze auto, hebben ze op de juiste manier geplaatst. Zo zit de elektromotor voorin. Het hele accupakket van lithium-ion zit hier in de middeltunnel, zo laag mogelijk, waardoor je een ideaal zwaartepunt hebt en een mooie balans. En voor achterin het gewicht hebben we natuurlijk die 3-cilinder benzinemotor. En dat resulteert in een leuk sturende auto. De gewichtsverdeling is zo mooi, die auto heeft veel grip. Alhoewel je wel een beetje merkt dat die voorkant wat licht is. Hij is een tikkeltje onderstuurd. En echt oversturen, ja, dat kun je hem ook weer niet krijgen. Dat is wel jammer, die fun factor die BMW eigenlijk heeft met zijn sportmodellen. Het uitbreken, het toch een beetje wat sportievere rijden. Hij heeft het wel, maar het is niet echt zoals we van BMW gewend zijn. Overigens is het best lastig om die auto te plaatsen. Hij heeft een hele lichte besturing. En dat vind ik niet helemaal passen bij de auto. Hij heeft een heel sportief rijkarakter, maar dan met zo'n lichte besturing. Ik weet niet of jullie die City-knoppen kennen op een Fiat Panda of een Fiat 500. Dan stuurt die auto dus heel erg licht. Ja, dat idee heb ik bij deze auto ook een beetje. Had voor mij wel wat zwaarder gemogen. Het geluid overigens is wel weer heel erg leuk. Ik hoor heel veel mensen erover klagen van ja, het komt door de speakers, het is nep, het hoort niet. Maar ja, als we helemaal niks hoorden, was het ook wel een beetje saai. Denk aan een Tesla bijvoorbeeld, daar hebben we toch wel een gemis. En dat is eigenlijk het hele gemis bij deze hybride auto's, de emotie. En BMW heeft dus door die speakergeluiden wel weer een beetje emotie teruggebracht. En dat bevalt me wel, het klinkt echt goed. Gewoon niet nadenken over dat het wat nep is en lekker genieten. De auto heeft een conventionele automaat met 6 trappen, schakelt goed, maar niet heel snel zoals we van die DCT gewend zijn. Die dubbele koppeling in de M-modellen, ja, is echt waanzinnig. Nou, die kon hier gewoon niet ingeplaatst worden, die zou te groot zijn en te veel gewicht met zich meebrengen.
De BMW i8 kost in Nederland 149.000 euro. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die auto zakelijk gaat aanschaffen. Dan trekt er eens 21% btw vanaf. De auto heeft namelijk geen BPM-heffing. En maak ook nog eens gebruik van die 7% bijtelling. Zakelijk en financieel heel interessant. Maar ik twijfel wel een beetje over de gewone particulier. Gaat die ook 150.000 euro neertellen voor een auto als deze? Daar ligt mijn enige twijfel. Voor de rest, moet je een BMW i8 gaan kopen? Jazeker. Een hele leuke auto. Voor die 1,5 ton biedt hij genoeg rijplezier. En daarmee heeft BMW zijn lijfspreuk van Freude am Fahren volledig waargemaakt. Wederom iemand blij kunnen maken met elektrisch rijden. Wat vond je ervan? Top. Met één woord. Geweldig. Zeker. Nou, bedankt. Oké, bedankt hè. Oké.